Elk jaar worden voetgangers en fietsers aangereden doordat een automobilist ze in het donker niet tijdig opmerkt. Het is daarom voor zwakke weggebruikers van levensbelang om altijd goed zichtbaar te zijn in het verkeer. Ook in de winter, want dan is het 's avonds sneller donker en 's morgens later licht. Reflecteren is dus zeker in deze periode van het jaar geen overbodige luxe. Een auto zie je in het donker vaak al van ver aankomen. Maar slecht verlichte fietsers en voetgangers zie je soms pas op het laatste moment. Ze zijn niet altijd even veilig. In de stad zijn er veel mensen zonder licht. Dat is inderdaad niet altijd zo zichtbaar voor de automobilisten, denk ik. Ja. Ik weet dat je de zwakke weggebruiker bent, dus je moet zorgen dat je echt zichtbaar bent in het verkeer. Je hebt gelijk, mijn fietsverlichting zou gemaakt moeten worden, dat klopt. Ja. Maar dat is op dit moment niet zo. Een correct verlichte fiets maakt in het donker een groot verschil. Kinderen leren daarom best al van jongs af aan hoe ze veilig moeten opvallen. Kom, we gaan beginnen met de verkeersles. Ga daar maar rond staan, rond die fiets. Jullie zien de auto's wel aankomen, maar zien zij jullie ook altijd komen? Nee. Er zijn belangrijke dingen die wij aan onze fiets moeten hangen, die daarvoor zorgen dat die auto ons wel ziet, hè? Kijk eens naar onze fiets en vertel eens wat jullie zien dat er ontbreekt, zodat die fiets veilig is op de straat. Ja, Ilham. Een voorlicht en een voorreflector. Een voorlicht en een voorreflector. En welke kleur hebben die vooraan? Wit. Wit, ja. Is er nog iets dat ontbreekt op de fiets? Ja, Ellen? En de achterlicht. En er hangt ook iets speciaals aan, hè? Wie weet wat er nog bij hangt. Elisa? De reflector. De reflector. Hebben jullie nog een ontbrekend iets gevonden? Reflectors aan de wielen. Reflectoren aan de wielen, ja. Oké, ze hangen eraan. Hangt nu alles aan de fiets of ontbreekt er nog iets? Ante? De oranje reflectoren aan de pedalen. Ja, inderdaad. Welke kleur zijn die reflectoren aan de pedalen? Oranje. Oranje, ja. Ja, we gaan alles eventjes terug samenvatten. Er zijn een paar verplichte dingen die zeker altijd op je fiets moeten zijn. Dat zijn de reflectoren. De reflectoren aan je wielen, aan je pedalen, de witte reflector vooraan en de rode reflector achteraan. Die zijn verplicht als het donker is en ook als het licht is. En enkel als het donker is, dan moet je een voorlicht vooraan, een wit voorlicht hebben en een rood achterlicht achteraan. Die mag je ook op je lichaam dragen en die mag ook zelf knipperen. En wat kan je nog gebruiken om goed op te vallen in het verkeer? Een vlieghesje! Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen vallen best zo goed mogelijk op wanneer ze 's avonds de deur uitgaan. Wij lopen een drietal keer per week met starteren. En vaak is dat dan 's avonds in het donker. In het begin was het nog licht, maar nu dus niet meer. Dus moeten we daar wel rekening mee houden dat we goed zichtbaar zijn. Dat PV is absoluut voorstander van het dragen van fluo of fluoreflecterende materialen, want het kan levens redden, vooral bij donker weer. Nu, als je zo'n fluohesje of reflecteerde band wil kopen, dan kan je bij een fietsenhandelaar een doe-het-zelfwinkel, maar ook op de website van het PVV kan je via de webshop zulke materialen aankopen. Het is belangrijk om te kijken naar die CE-norm of dat die wel voldoen aan de kwaliteitseisen. Dat reflectoren en lichte kledij veiliger zijn, lijkt vanzelfsprekend. Maar maken ze echt zo'n groot verschil? We doen de test. Een wagen die 50 km per uur rijdt, heeft 26 meter nodig om tot stilstand te komen. Tineke en Nouria hebben dus nog een veilige marge. Maar Chris maakt tegen deze snelheid geen kans. Wil je het risico op een verkeersongeval aanzienlijk verkleinen, zorg er dan voor dat je gezien wordt als je op straat komt. Opvallen is dus de boodschap, want zien is niet hetzelfde als gezien worden. Volgende week is Kijkuit aanwezig bij een grote internationale controleactie op het zwaar vervoer.